Hallo allemaal, welkom bij aflevering 9 van de podcast Hoop. Vandaag heb ik de diëtiste van kinderoncologie bij mij. Hallo, kan je eventjes uitleggen wie je bent? Ja, hallo, ik ben Magali, ik ben de diëtiste hier op kinderonco en wij werken samen, ik werk samen met nog twee andere collega's, dus wij zijn met drie collega's die eigenlijk werken voor op de afdeling met kinderen die kanker hebben. Dus jij zorgt ervoor dat zij de juiste dingen eten? Ja, wij doen meer dan dat alleen. Wij gaan ons eerst een keer voorstellen. Wij doen wat uitleg. Wij volgen ook een gewicht verder op. Wij bekijken hoe het is met de eetlust, met de inname. Ook als er vragen zijn, zijn wij beschikbaar voor hen. Ik ben ook een deeltje verbonden aan het revalidatietraject, Kaboost. Dus dat is een beetje hoe onze dag er ongeveer uitziet, wat wij allemaal doen. Dus eigenlijk allemaal over eten. Ja. Dus ook op restaurant gaan, eten afhalen. Dat was allemaal zeer belangrijk voor mij. Maar plots mocht het niet meer. Op restaurant gaan, eten afhalen. En kreeg ik te horen dat ik kiemarm moest eten. Maar kiemarm, wat is dat eigenlijk? Ja, dat klopt. Nu, ik moet wel zeggen, Marre, ik denk dat de regels bij jou nog wat strenger waren. Ze zijn onlangs een beetje versoepeld. Nu, op restaurant gaan, eten afhalen, dat zijn de dingen die wel blijven. Allee, dat zijn dingen die blijvend niet mogen. Dus daar moeten we wel... Dat verandert inderdaad niet, terwijl ik weet dat dat voor de meesten onder jullie wel heel belangrijk is en een leuke activiteit is. Maar wat houdt kiemarm nu op de dag van vandaag juist in? Eigenlijk is dat algemeen hoe omgaan met hygiëne en voeding. Dus wat willen we daarmee zeggen? Voordat je eet of voordat je begint met koken, dat je goed de handen wast. Maar ook bijvoorbeeld dat je altijd kijkt naar de houdbaarheidsdatum van producten. We verwachten dat dat bij de meeste mensen al is, maar soms zou je een yoghurtje die bijvoorbeeld gisteren vervallen is, zou je misschien zeggen, oh, één dag, we gaan dat wel nog een keer opeten, maar dat mag bij jullie inderdaad niet. Vroeger was het ook zo dat kraantjeswater verboden was. Dat mag ondertussen wel, maar wel niet zo van een Brita-kan of een sodastream of zo. Het moet echt puur kraantjeswater zijn. Pompelmoesap mag nog altijd niet. En... voor de rest is het eigenlijk een beetje wat wij noemen een streng zwangerschapsdieet. Dus dat wil zeggen, alle groenten en fruit moeten goed gewassen worden. Enkel salade moet voorverpakt gekocht worden en moet je thuis nog eens wassen. Geen rauw vlees, vis, eitjes. Dus dat blijft. Dus je moet je biefstuk altijd bien cuit eten. En dan voor de rest ben ik aan het denken... Blijft het inderdaad dat we ook wel strenger zijn. Bijvoorbeeld frietjes van de frituur kunnen wel, maar de vleesjes moeten rechtstreeks uit de diepvries komen... Dus dat zijn zo'n beetje de dingen. Ik zie jou knikken, dus je herkent het wel nog, hè? Ja, ik ken het nog allemaal. Ja. Of ja, een beetje. Ja, een beetje. Maar moet ieder kind met kanker kiemarm eten? Nee, eigenlijk enkel de kinderen die chemo krijgen, die moeten kiemarm eten. Dus bestaat jouw behandeling uit een operatie of radiotherapie, dan heb je eigenlijk geen kiemarm nodig. Maar... Nu waren we bezig over de kinderen, maar moeten de volwassenen ook kiemarm eten? Nee, bij de volwassenen zijn het enkel de volwassenen in isolatie en dat zijn meestal de volwassenen die eigenlijk leukemie hebben. Alle anderen moeten eigenlijk niet kiemarm eten. En hoe komt dat? Is dat omdat ze ouder zijn en dat hun immuunsysteem wat beter is? Of... Dat is eigenlijk omdat jullie hogere dosissen chemo krijgen, denk ik. Dus ze geven jullie eigenlijk een hogere hoeveelheid of jullie lichaam wordt eigenlijk meer op de proef gesteld. En daardoor denk ik dat zij eigenlijk niet altijd kiemarm moeten eten. Maar ik moet wel zeggen, ik vermoed dat. Ik ben daar wel niet 100% zeker. Maar dus je zei dat je beter verpakt eet dan vers. Ja, dat klopt. Waarom is dat zo? Is dat veiliger als je chemo krijgt? Dat is eigenlijk omdat we ervan uitgaan, we willen eigenlijk zo min mogelijk handen aan jullie eten. En natuurlijk, als dat voorverpakt is, dan is dat industrieel voorverpakt meestal. Dus dan zijn daar eigenlijk in België heel strenge regels en wetgeving rond. Dus dan zijn we eigenlijk vrij zeker dat dat streng gecontroleerd is en dat dat product weinig kiemen bevat. Als je natuurlijk zegt van, hey, we gaan naar de plaatselijke slager, dan weet je niet... Oké, van waar komt dat stuk hesp? Hoeveel keer is dat al aangeraakt? Hoeveel keer is dat versneden, teruggelegd en zo verder? Hoe lang ligt de hesp daar al opengesneden? Want ja, dat duurt wel even al voordat de hesp helemaal opgesneden is. Terwijl we weten in de industrie, bijvoorbeeld de hesp komt binnen, wordt direct helemaal versneden en direct verpakt. Dus op die manier weten we dat dat eigenlijk
minder lang open staat, dus minder kiemen kan bevatten. Is dat nog altijd beter na je chemo? Dus nadat je chemo gedaan is? Dat je dan altijd moet verder doen? Ja. Goh, op zich is dat niet per se nodig. Of dat dat nu beter is of niet, bevat meer of minder kiemen. Maar in principe, eigenlijk is ons immuunsysteem, kunnen wij dat wel aan? Is dat niet zozeer nodig dat we daarop letten? Ik had een heel andere smaak. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik had ook liever zout dan zoet. En ik merk dat dat bij heel veel kinderen is. Hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk door de chemo worden onze smaak en onze, ook onze geuren die we... Dat wordt allemaal eigenlijk aangetast. Dus dat verandert. Hoe dat juist komt, dat kan ik niet verklaren. Maar we merken inderdaad dat dat bij heel veel kinderen het geval is. En dat het ene product, bijvoorbeeld dingen waar eiwitten in zitten, zoals vlees, melk, yoghurt, dat dat vaak meer een andere smaak geeft dan andere producten. En we merken inderdaad dat zout, omdat dat een heel uitgesproken smaak is, dus dat dat veel meer prikkelt. Sommige kinderen zijn heel veel fan van, van die chili chips en zo van die dingen, omdat dat heel pikant en heel uitgesproken is. En dat komt wel nog heel goed binnen. Dus dat is inderdaad niet abnormaal dat je smaken veranderen en dat je soms dingen, nadat je uit de behandeling komt, opnieuw moet leren eten. Maar dus ik moest heel veel dingen leren eten, maar ik durfde nu... Wil ik sommige voedselwaren niet meer eten, omdat ik dat gelinkt heb met het ziekenhuis. Bijvoorbeeld na mijn operatie van mijn portakat, toen ik mijn eerste chemo kreeg, toen had ik bijvoorbeeld Pringles gegeten en twee en pannenkoeken of zwamworstjes, maar ik kan die nog altijd niet meer eten, omdat ik dat gelinkt heb. Ja. Dat is eigenlijk een beetje, wij noemen dat met een moeilijk woord, een aversie. Dat is eigenlijk omdat je dat gegeten hebt en dat smaakte of proefde niet meer zoals dat je gewoon was. En doordat je dat dan gegeten hebt en daar een negatieve smaak bij ervaarde, terwijl je dat eigenlijk altijd wel lekker vond, heeft je hoofd dat opgeslagen als dat moet ik niet meer eten of dat wil ik niet meer eten. En dat is wat ik bedoel met je moet het opnieuw terug leren eten. En dat is eigenlijk een beetje onze hersenen maar proberen uitschakelen op dat moment en echt gewoon proberen proeven, ruiken en op die manier terug wat leren eten. En raden jullie een bepaald voedsel aan wanneer je bijvoorbeeld niet kan eten dat met veel calorieën is bijvoorbeeld? Ja, we hebben wel wat manieren die als we zien dat je afvalt in gewicht of dat het moeilijk is om te eten, dan gaan we eigenlijk, we hebben daar een beetje een stappenplan voor. Dus wij starten eigenlijk altijd eerst met gewoon energierijke voeding te gaan uitleggen. Dus wat is dat? Dan gaan wij advies geven om bijvoorbeeld te kijken om bijvoorbeeld zeker iets van boter of margarine op je boterham te smeren, om extra olie toe te voegen, om een keer een milkshake met een bolletje ijs en wat room te maken en dat op te eten. We gaan ook zeggen van kijk, je voegt een beetje room toe aan de soep of een beetje mascarpone of kijk om een beetje gruyère kaas toe te voegen. Eigenlijk allemaal tips om onze voeding wat meer calorieën te laten bevatten. Stel dat dat niet voldoende is of dat dat te lastig is, dan gaan we gaan kijken naar bijvoeding. En dat zijn inderdaad kleine flesjes waar dat er dan extra calorieën in zitten. Die zijn heel specifiek van smaak. Maar dat is bijvoeding. En zo één zo'n flesje bevat 300 calorieën. Dat is natuurlijk heel veel. En dan met de gewone voeding moet je daar wel een goede best voor doen. Maar ik zag je neus optrekken, dat is de meeste vinden dat inderdaad niet zo super lekker. Ik dacht, ik ga de lekkere smaak chocolade proberen, maar ja, ik weet niet mijn het. Ding, niet mijn ding. Dus natuurlijk, we verwachten chocolade. Wij zeggen ook altijd, eten is een beetje zoals chocolademelk of zoals Fristi. Maar uiteindelijk, het blijft wel een chemisch product. Dus het is niet echt te vergelijken. En het ding is vooral, ze voegen daar extra eiwitten aan toe en die overheersen ook wel een beetje. Dus het is inderdaad niet zoals een klassieke chocolademelk of Fristi. Dat is waar. En raden jullie bijvoorbeeld een bepaald voedsel aan na de behandeling? Bijvoorbeeld, ik weet niet echt een voorbeeld, maar... Goh, eigenlijk niet zozeer. We kijken natuurlijk wel naar het gewicht bijvoorbeeld dat is en hoe dat verder is. Maar eigenlijk raden we vooral aan om na de behandeling om terug weer wat gewoon gezond te proberen eten. Want meestal merken we wel dat er vaak gegrepen worden naar dingen waar dat er veel calorieën in zitten, zoals chips, snoepjes, de dingen die de meesten graag blijven eten. Maar soms gewoon een boterham met kaas of een boterham met confituur bijvoorbeeld, dat zijn de dingen die we dan soms wat overslaan of wat vergeten. En het is soms nodig dat we zeggen van,
probeer een beetje terug wat meer fruit te eten of wat groenten meer te introduceren. Omdat dat, ja, dat levert wel wat calorieën, maar dat is vaak het eerste dat er een beetje van tussen valt. En dan moeten we wel heel vaak, of toch af en toe zeggen, om toch terug wat te stimuleren om ook die smaken terug wat te eten. Maar als kinderen echt niet kunnen eten en ze krijgen zondevoeding, waarom is dat en vanaf wanneer krijgen ze zondevoeding? Het is eigenlijk zo dat wij geven vanaf nu zondevoeding als we eigenlijk zien dat je 5% van je oorspronkelijk gewicht verloren bent. Dus je komt binnen en dan krijg je, dan zien we jouw gewicht en jouw lengte. En als we zien van, tja, dat gewicht blijft weer naar beneden gaan en wij zien dat dat onder de 5% is, dus dat wil zeggen bijvoorbeeld dat als je 50 kilo weegt en je weegt 44 kilo, dan gaan wij zondevoeding opstarten. Waarom? Dat kan natuurlijk ook zijn dat als wij zien van, het is echt een strijd bij sommige kleine kinderen, die verliezen niet altijd gewicht, maar we zien dat de ouders er echt moeten achterlopen om eten in de mond te steken en dat dat echt een gevecht aan het worden is. Dan gaan wij ook soms zeggen van, kijk, misschien toch al overwegen om zondevoeding op te starten, omdat dat niet de bedoeling is dat dat een gevecht wordt, want op den duur leren kinderen van, tja, die voeding, ik vind dat eigenlijk niet zo leuk, want mama en papa zijn altijd boos op mij, of het is hier altijd een ruzie of een gevecht om te moeten eten. Dan starten we ook zondevoeding op. En als je naar transplant gaat, dan krijg je ook automatisch zondevoeding, ongeacht je gewicht. Nog iets grappigs. Mm-hmm. Toen ik mijn heupoperatie kreeg, toen hadden ze ook een zondevoeding tube in mijn neus gestoken, maar ik was aan het slapen en ik heb dat er zo uitgedaan tijdens mijn slaap. Dus ja. Kijk, dat hebben we nog niet veel gehoord. Tijdens uw slaap zelf. Ja. Maar hey, ik kon wel elke dag in de middag 2 garnaalkroketten eten, dus zo erg was het dan. Nee, dat is waar. En hoe lang duurt zondevoeding eigenlijk? Ja, ook dat is er een beetje afhankelijk. Zit je bijvoorbeeld in het begin van jouw traject en volgende nog heel veel chemokuren, dan kan het zijn dat je dat wat langer krijgt. Zit je eerder op het einde of in het midden van je traject en lukt het er een beter om te eten. Soms is het ook als we bijvoorbeeld weten dat er nog radiotherapie op de programma staat, we weten dat dat heel vermoeiend kan zijn. En als eten dan ook vaak het eerste is dat wegvalt, dus dan houden we het soms ook nog wat langer aan. Maar meestal kijken we een beetje naar wat is het traject dat de patiënt dan moet afleggen, wat is het gewicht en hoe lukt het om te eten. Want uiteindelijk blijft dat wel het belangrijkste, zien we dat het terug beter lukt om te eten en dat het gewicht mooi naar omhoog gaat. Dan gaan we de zondevoeding gaan afbouwen. Dus we stoppen de zondevoeding ook nooit van de ene op de andere dag, we doen dat eigenlijk altijd afbouwend. En hoeveel calorieën zijn eigenlijk zondevoeding? Of van welke voedsel of welke chemicaliën bestaat dat? Dus de zondevoeding, we hebben daar verschillende soorten in. We hebben eigenlijk een gewone en we hebben een energierijke variant. Dus de gewone, dat wil eigenlijk zeggen dat een zakje van 500 milliliter ook 500 kilocalorieën levert. Maar we hebben ook de energierijke en dan levert een zakje van 500 milliliter 750 kilocalorieën. Dus hoort al, de ene bevat dus meer calorieën op dezelfde hoeveelheid. En dan hebben we ook nog een ander onderscheid. Ik vergelijk dat altijd met, bijvoorbeeld hebt u uw worstpatatjes en uw appelmoes. En bij het ene is het gewoon een keer in de mixer gedaan en hebben ze dat in de zondevoeding gedaan. En bij het andere hebben ze dat eigenlijk al een keer, zo gezegd, is dat al een keer een beetje geheten? Is dat al een beetje voorverteerd? En komt het op die manier in de zonde? Dus dat is een beetje het verschil. Dat is natuurlijk niet echt gegeten, maar dat we dat verknipt. Dus eigenlijk bestaat zondevoeding altijd uit koolhydraten, vetten, eiwitten en vitaminen en mineralen. Eigenlijk hetzelfde zoals dat we zelf een hele dag zouden eten. Dat bestaat dat ook uit. Maar het verschil is in die voorverteerde, dat we natuurlijk dat we die koolhydraten, dat we dat al verknipt hebben, dat dat tot glucose, dus tot suiker gemaakt is. Ook de vetten hebben we al verknipt en ook de eiwitten zijn al verknipt. Waardoor dat dan minder buikkrampen heeft en een beetje gemakkelijker opneembaar is. En dat is wel heel vaak bij onze oncologische patiënten wel nodig. Maar het is nu dat we toch over voeding bezig zijn, wat eigenlijk Hans deze aflevering gaat zijn. Maar er is veel mensen die zeggen, eet dit en je hebt preventief, dat is preventief eten tegen kanker. Maar ik geloof daar niet veel in. Ik wil jouw mening daarover weten. Er zijn effectief wel voedingsmiddelen die kanker niet gaan kunnen voorkomen, maar die het risico op kanker kunnen gaan verkleinen. Dat zijn ook bewezen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan rood vlees. Als we heel veel rood vlees eten, dan verhoogt dat het risico
op darmkanker. Nu, als je dat natuurlijk helemaal niet eet, ben je niet vrij waard om geen kanker te hebben. Datzelfde met roken. We weten allemaal dat roken dat een groot risico is. Maar dat wil niet zeggen, als je nooit gerookt hebt, dat je geen longkanker kan krijgen. Dus dat is een beetje hetzelfde. Het is een mogelijk risico op kanker dat je gaat wegnemen. Maar het is inderdaad, soms is het gewoon ook een slecht lotje dat je getrokken hebt. En door iets wel of niet te eten, ga je het niet altijd volledig voorkomen. Het kan de kans of de risico op verkleinen, maar daar stopt het eigenlijk ook. En nu, jij bent een diëtist, jij stelt diëten voor, neem ik aan. Ik ken een meisje, Sasha, en die heeft ook Ewing-sarcoom. En die nu opnieuw hervallen is. Ja. Die volgt momenteel een ketogeen dieet en die is ook vegan. Kan je even uitleggen wat een ketogeen dieet is? Want ze dachten ook eventjes dat ik zo een ketogeen dieet moest doen, aangezien mijn epilepsie niet wou stoppen. Dus in ketogeen dieet gaan we eigenlijk alle koolhydraten uit de voeding gaan schrappen. Dus dat wil zeggen geen aardappelen, pasta, rijst meer, maar ook geen snoepjes, koekjes, fruit. Dus dan gaan we eigenlijk heel strikt alles gaan mijden. En het is zelfs zo dat je dan eigenlijk bijvoorbeeld, als ik denk bijvoorbeeld aan melk, zit er ook suiker, zit er melksuiker. Dus ook dat moet dan bijvoorbeeld, dan moet dat allemaal aangepast worden. Dus dat is eigenlijk een super strikt koolhydraatarm dieet. En raad jullie dit ook soms aan bij bepaalde chemobehandelingen? Nee. Eigenlijk raden wij dat niet aan, omdat dat zodanig strikt is dat je eigenlijk al heel weinig kan gaan eten. En eigenlijk hebben we heel veel te maken met ondervoeding, dus kindjes die eigenlijk al te weinig wegen. En ook merken we dat het soms moeilijk is om te eten. Als we daar dan nog een keer zo'n strikt dieet gaan opzetten, dan blijft er vaak heel weinig over. Dus eigenlijk is dat niet iets dat wij gaan aanraden. Kan je even uitleggen ook wat een vegan dieet is en wat jullie mening daarover is, aangezien bijvoorbeeld vlees, wat ook eiwitten is, denk ik. Dat kunnen ze niet eten, aangezien ze ook geen voedsel van dieren mogen eten. Ja, dus een vegan, dan eet je eigenlijk niet van dierlijke oorsprong. Dus dat wil eigenlijk zeggen, dus geen kaas, geen melk, geen vlees, geen vis, geen eitjes. Maar sommigen eten ook bijvoorbeeld geen honing, omdat dat bijvoorbeeld van de bijenafkomst is. Nu, binnen het kiemarm mag dat niet, dus dat is niet zo erg. Maar dat is eigenlijk niks van dierlijke producten of waar er iets dierlijk mee te maken heeft. En dat gaat zelfs zo ver dat bijvoorbeeld in snoepjes zit er vaak gelatine. Dat is ook van dierenafkomstig, dus dat wordt eigenlijk ook niet gegeten. Nu, in principe, melk kunnen we de dag van vandaag heel mooi vervangen door eigenlijk sojamelk. Wat is er dan wel belangrijk, is dat we gaan moeten kijken dat dat bijvoorbeeld verrijkt is met calcium en met vitamine B12. Want de vitamine B12 is vaak dan eigenlijk een vitamine waar dat mensen met die strikt vegan eten mogelijk risico op hebben. Dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is, maar dat is toch wel iets waar ze extra moeten opletten. Voor de rest zijn er de dag van vandaag al heel veel alternatieven op de markt. Die eigenlijk vleesvervangers noemen we dat dan eigenlijk. En dat is een beetje de combinatie van verschillende producten. Je kan een heel goed vegan dieet hebben, maar dan moet je daar echt wel heel bewust van zijn, veel van opzoeken, veel mee bezig zijn. En dat kan in principe, maar dat vergt wel wat opzoekingswerk en wat ondersteuning. Maar eigenlijk zou dat wel kunnen. En nu, jij bent diëtist, maar let je zelf eigenlijk op je dieet? Dat was een goede vraag. Ik had verwacht dat die ging komen, maar het is natuurlijk, ik ben diëtist, maar ik moet zelf, ik zeg dat altijd, iedereen denkt altijd dat iedereen op dieet moet. Ik ben van het principe, alles mag met mate, dus ik ga natuurlijk ook een keer frietjes gaan eten in de frituur. Ik ga ook een keer s'avonds een chipje en een aperitiefje drinken. Ik eet ook graag een keer een snoepje of een stukje taart. Dus op dat vlak, ik zeg alles mag met mate. Ik compenseer dat dan door te gaan sporten en bewegen en op die manier doe ik dat. Dus ik denk dat ik zet mezelf zeker niet op dieet. Ik zou dat zelf ook niet goed kunnen. Heel strikte dingen mijden of dat wel, dat niet. Dus ik zeg, alles mag, maar met mate. Mm-hmm. Maar heeft elk kind een apart dieet? Nee, in principe heeft niet elk kind een apart dieet. Het is wel zo dat we kijken naar leeftijd om advies te gaan geven. Want het is natuurlijk, een baby gaat natuurlijk niet hetzelfde eten als wat dat jij gaat eten en omgekeerd.
Dus dat verschilt natuurlijk een beetje op basis van leeftijd. Maar eigenlijk als we kijken naar bijvoorbeeld, als je kijkt naar school, naar bijvoorbeeld de schoolmenu die gegeven wordt, en in de voormiddag het fruitje en in de namiddag de koek, dan denk ik dat je eigenlijk heel vaak hetzelfde gaat zien. Dus het is op zich niet nodig dat elk kind een apart of een verschillend dieet heeft. En eigenlijk zetten we ook kinderen niet graag op dieet. We zeggen dat eigenlijk niet graag. We hebben eigenlijk liever dat ze op gewicht blijven of dat ze veranderen naar gezonde voeding. Want eigenlijk, een kind op dieet, dat is eigenlijk geen goed idee. En zijn er algemene tips voor mensen met kanker of mensen die in de familie zitten met kanker? Voor bijvoorbeeld, als ze bijvoorbeeld een schotel klaarmaken, wat ze zeker mogen erin doen en wat ze zeker er niet mogen in doen? Op zich zijn er wel wat dingen. We zouden altijd zeggen, probeer in de mate van het mogelijk toch te kijken naar wat energierijk. Maar zijn er dingen die er niet of wel in mogen? Ik denk dat in principe, als het een warm gerecht is bijvoorbeeld, dan mag er daar heel veel in. Dan denk ik niet zozeer dat er daar risico's aan verbonden zijn. Natuurlijk is dat een kindje die kiemarm moet eten. Ja, dan zijn er daar natuurlijk wel wat regels aan verbonden. Ik denk wel, stel dat je zegt, we eten met heel de familie samen en er is iemand die kiemarm moet eten, dan hebben we wel liefst dat dat kindje zijn eigen potje heeft of zijn eigen bord. En niet zozeer van de algemene schotel eet, want het lekt altijd wel een keer iemand aan zijn vinger en die dan het volgende hapje neemt. Dus daar moeten we wel een beetje op letten. Maar voor de rest denk ik niet dat er veel dingen zijn die niet kunnen, tenzij er een specifiek dieet is natuurlijk. En hebben jullie nog andere plannen of projecten voor dit of volgend jaar? Ja. Dat is eigenlijk, wij werken onder Superkrachtig Lekker van het Kinderkankerfonds. En wij hebben daar eigenlijk al wel wat dingen mee gerealiseerd. Zo hebben wij bijvoorbeeld een gezonde week die wij elk jaar proberen organiseren. Maar staat er bijvoorbeeld ondertussen ook onze afdelingskeuken, waarbij de ouders zelf wat beter eten kunnen opwarmen en maken. Maar we hebben ook nog wel wat leuke plannen in het vooruitzicht. Zo willen we bijvoorbeeld graag met een snackcar rondgaan. En dat is dan eigenlijk de bedoeling dat in de namiddag dat er nog iemand rondgaat met de kar en dat de kinderen op het moment zelf kunnen kiezen welke snack waar dat ze zin in hebben en welke snack ze willen nemen. Dat gaat van koekjes tot een zakje chips. Maar we proberen er uiteraard wel op te letten dat dat dan wat gezondere vetten en wat voldoende energie aanbrang is. En daarvoor werkt Kinderkankerfonds samen met Just Bite. Dat is ook de doos. We hebben ook een snackdoosje die wij als wij de uitleg kiemarm komen geven, maar dat er dan eigenlijk allemaal wat gezonde, energierijke snacks in zitten, die allemaal individueel verpakt zijn, die eigenlijk afgestemd zijn op het kiemarm dieet, maar ook op wat dat wij voor ogen zien als een ideale snack. En onze ultieme droom is ook dat we met een broodbuffetwagen kunnen langskomen op de afdeling, 's morgens en 's avonds, zodat de kinderen eigenlijk op het moment zelf kunnen kiezen waar ze zin in hebben en wat ze willen eten. Want het is voor ons als volwassenen al heel moeilijk om 1 of 2 dagen op voorhand te gaan kiezen of beslissen wat dat we 's morgens gaan eten. Laat staan voor iemand die ziek is en die jonger is dan 18 jaar, waar het al heel moeilijk is om, om zich in te beelden waar ze zin in hebben. En ook de ene dag ben je misschien misselijk van de chemo, heb je misschien liever in een beschuitje. En de andere dag gaat dan weer wat beter, heb je misschien zin in een boterham met choco of hagelslag. En dan willen we ook graag af en toe een keer een specialeke daartussen steken. Een keer een pistoletje, een sandwich, misschien een koffiekoek. Maar ik zeg, dat zijn onze ultieme dromen die we hebben. En daar brainstormen we graag op verder en zijn we met heel veel dingen bezig. Maar we zijn ambitieus en we hopen dat we jullie op die manier nog verder kunnen ondersteunen daarin. Ah wel, ik vind dat juist een heel goed plan, dat je de kinderen zelf de keuze geeft. Want blijkbaar staat er nu een bordje waar je allemaal kon kiezen. Want vroeger vroegen ze, is dat goed? En je wist niet dat je andere keuzes had. Dus dat vind ik wel heel goed nu. Ja, dat hebben we inderdaad al gedaan. En normaal zou over, zeker ook het nieuwe ziekenhuis komt eraan. Dus daar denk ik dat er ook wel al wat zal veranderen op zich van de maaltijden en de manier van maaltijden maken. Maar ja, dat weten we natuurlijk zelf nog niet zoveel. Maar het is ook wel de bedoeling, dat, want nu komt er inderdaad nog een dame rond die bevraagt van, wat wil je eten? Maar het zou de bedoeling zijn dat we binnenkort ook zelf, dat je samen met je mama of papa zelf kan kiezen
waar je zin in hebt. En dan hopen we ook dat dat niet meer 2 dagen op voorhand moet, maar dat dat misschien een dag op voorhand moet, of misschien zelfs wat korter. Dat zou mogelijk ook al helpen. Maar dat zijn ook plannen algemeen in het ziekenhuis, waar wij natuurlijk minder over te zeggen hebben. Oké. Okay. Wat was het dan? Heb jij nog zelf vragen dat jij mij wilt stellen? Of nog dingen dat jij wilt vertellen? Ik vraag me wel af, hoe heb je dat kiemarm zelf ervaren? Vond je dat heel lastig, buiten het niet uit eten mogen gaan? Of dat kan ik me voorstellen op restaurant of zo, meenemaaltijden of afhaalmaaltijden. Maar wat vond je voor de rest, wat was het moeilijkste voor jou? Voor mij bijvoorbeeld geen prepareten of zo. Ja. Geen rauwe hesp, dat was wel... Ja. Natuurlijk. Voor mij, ik kon wel goed eten en we probeerden altijd ook zo goed mogelijk, we probeerden zoveel mogelijk calorieën en dat het nog altijd kiemarm bleef, zodat ik zeker niet vermagerde. Ja. En ik vond dat ik nog goed kon eten vergeleken met de anderen. Maar ik heb dat best wel goed ervaren, maar ik was natuurlijk wel bij dat ik weer bijvoorbeeld scampies en al kon eten. Ja. Dat was wel leuk. Maar scampies laten we vanaf nu ook toe. Gelukszak. Ja, scampies mogen vanaf nu. Mosselen wel niet. Ik weet niet of jij dat graag eet. Ja. Schaaldieren mogen wel, maar eigenlijk zo schelpdieren, zo kleine, alles wat in een schelp zit, dat mag. Maar scampies mogen wel. Maar goed verhit natuurlijk. Ja. Nee. Ja. Ik denk voor de rest... wat dan misschien wel is, is dat zondevoeding heeft heel vaak een negatieve bijklank. De meeste mensen zeggen als het woord zondevoeding valt, zijn verdrietig of zien het als een teleurstelling. Dat ze moeten opletten. Allee, dat er zondevoeding moet opgestart worden. Omdat dat voor velen is... Voeding het enige wat ze zelf nog in de hand hebben. Al de rest wordt boven hun hoofd beslist. Welke medicatie, welk behandelplan, wanneer onderzoek en zo verder. Dus we merken dat dat soms voor velen als een teleurstelling wordt ervaren. Terwijl dat we eigenlijk achteraf dan van sommige ouders wel het gevoel hebben van... eigenlijk waren we achteraf wel blij. Dan nam de druk van het eten wel wat weg. En we merkten dat eten terug iets leuks werd. En niet zozeer gespannen van... hoeveel gaat hij eten of hoeveel gaat hij niet eten? Wat doen we wel, wat doen we niet? Dus dat is misschien dat we ook toch nog graag aanvullen dat zondevoeding niet altijd negatief is. Oké. Oké, dank u wel. Iedereen bedankt om te luisteren. En ik ga jullie in de volgende aflevering zien van Hoop de Podcast. Doei!